We zijn hier in Bergen op Zoom, de site Rico DL. Voor Rico is dit het Europese distributiecentrum. En wij pikken en packen hier de producten voor Rico en zorgen ervoor dat die aan het eind van de dag verzonden worden. Rico heeft besloten om de servicepart vanuit Schiphol-Rijk over te verhuizen naar Bergen op Zoom. En met de komst van ISPC hier naar de site is er voor ons en voor Rico een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. En het is ook om gelijk te starten met lithium-ion. Als je dat vergelijkt met de lood-zuur-accu's die we op dit moment gebruiken, waarin we veel onderhoudskosten hebben, we gebruik maken van laadstations, we hebben een acculaadruimte. En we zijn nu zeg maar overgegaan van centraal laden naar decentraal laden. En dat levert voor ons de voordelen op dat mensen niet meer met de trucks naar een acculaadruimte hoeven te gaan om daar de accu's te wisselen. Maar ook dat medewerkers gewoon makkelijker in een koffiebreak de truck kunnen aansluiten op een laadpunt vlakbij het proces. Waardoor we kort en snel kunnen laden en daarna door kunnen gaan met de werkzaamheden in het proces. We hebben gemerkt dat het snel tussenladen dat voldoende is voor ons proces. En dat we daar makkelijk 13 uur kunnen rijden met een truck. Nou, in het ISPC proces gebruiken we de EKS, de order picker, de ECE, EPT. En we gebruiken de reach-truck en een heftruck. Onze huidige flow bestaat uit 50 trucks. En als de lithium-ion trucks die we nu gebruiken op dit proces wat zeer positief ervaren wordt, zijn wij zeker van plan om de 50 trucks gefaseerd om te gaan zetten naar lithium-ion.